Het nieuwe jaar begint voor deze scholieren in Hilversum heel gezond. 500 Nederlandse scholen krijgen maandag weer gratis fruit geleverd. Het schoolfruitprogramma van de EU stopte begin november na onenigheid met de leveranciers. Staatssecretaris Dijksma is dan ook blij dat de leveringen weer van start gaan. Groente en fruit op scholen is gezond, is iets waar kinderen zeg maar, toch wat van opsteken. En om die reden vind ik het heel belangrijk dat kinderen er weer van kunnen genieten. Er zijn ook nog tomaten of peren. We hopen echt dat jullie er nog heel lang van mogen genieten en dat je niet alleen hier op school groente en fruit eet. Ik vind het wel leuk omdat je dan weer gezond fruit kan eten en dat niet iedereen fruit meekrijgt. Ik vind schoolfruit ook gezond en het is lekker voor als je je fruit een keer vergeten bent. Ik vind appels ook heel lekker en thuis eet ik ook heel veel fruit. 100.000 kinderen krijgen de rest van dit schooljaar wekelijks 3 stuks fruit. Supermarktketen Lidl zorgt voor de leveringen. Wij gaan schoolfruit leveren omdat wij in november hoorden dat scholen die daar behoefte aan hebben, dat die fruit niet meer geleverd kregen. En wij dachten eigenlijk direct van nou, dat is iets voor ons, dat is iets voor Lidl. Want wij hebben al jaren veel aandacht voor het thema gezondheid en het stimuleren van gezonde voeding. En daarbij richten we ons specifiek op kinderen, op de jeugd. En wat vind je het lekkerste schoolfruit? Kiwi. Kiwi? Ja, tomaat. Ja? Wij leveren deze eerste week appels, peren en snoeptomaatjes aan de scholen. En de komende weken zal dat variëren, ook afhankelijk van het seizoen. En daarbij werken we altijd met onze vaste leveranciers. En krijgen de scholen elke week weer groente en fruit. Lidl levert in ieder geval voor dit schooljaar het schoolfruit voor 500 scholen.